Vandaag zitten we aan tafel met een jonge god, noem ik hem, Jan Oost-Indië. Jan is inmiddels 84 jaar en heeft al honderden uitzendingen gemaakt voor TV Enschede FM. Jan, waar gaan die uitzendingen over? Ja, nou, ik heb hem destijds toen we begonnen genoemd Natuurlijk Enschede, dat is het gebleven. En dat is zo veelomvattend, Natuurlijk Enschede, ja, wat kun je erover vertellen? Enorm veel, blijkt altijd weer. En dat blijkt ook dus ook aan het vragen van gasten die graag willen komen. En dat is iedere week weer een ander. Dat wil zeggen, sommigen komen ook wel met op een bepaalde termijn weer terug. Dat zijn dan de gasten die, zoals beheerders, boswachters enzovoort, die hebben altijd een verhaal te vertellen, zeg maar. Ja. En dan ben je bent zowel presentator en je maakt eigenlijk ook het hele programma. Ja, ja, ja. Ook de muziek, nou, die wordt ertussen gezet. Die wordt ertussen gezet. Ja. En jij zoekt de items elke week uit? Ja, ja, ik heb een hele eigen toko wat dat betreft. En ik nodig de gasten uit en ik interview ze dus. Ja. Ja. Zaterdagsmorgens uitzending altijd? Zaterdagsmorgens van 9 tot 10. Is wel eens op een andere tijd geweest, maar dit is eigenlijk toch ook nog wel een beetje prime time, zeg maar. In navolging van Vroege Vogels eigenlijk. En ik merk dus ook dat er behoorlijk wat mensen naar luisteren. Ja. Ja. En kun je er iets inhoudelijks aan vertellen? Want ik kan me voorstellen, nu begint de herfst. Dan heb je ook bepaalde items die je dan... Ja, die seizoenen die komen steeds ook in het programma terug. Dan zijn er natuurlijk ook activiteiten in die zin. En daar hou ik me dan ook vaak aan vast dat mensen die daarover kunnen vertellen. Wat natuurorganisaties nou te brengen hebben aan excursies, aan lezingen enzovoort enzovoort. En wij zijn gelukkig in Enschede heel rijk aan allerlei organisaties die zich daarmee bezighouden. Wat wil je, het breidt zich zelfs nog uit op het vrijwilligersvlak ook vooral. Ja. En je, doet ook elke week de kalender, geloof ik? He, wat ja, activiteiten die noem ik eventjes. En daar wordt ook wel naar geluisterd. Dat merk je wel, dat mensen dan eigenlijk met één mee kunnen schrijven. Van nou, dan en dan kunnen we leuk daar naartoe gaan. En ik moet zeggen dat Landschap Overijssel daar een groot stempel op drukt. Omdat ze nu één keer veel gebieden rond Enschede hebben liggen. En omdat daar dus dan ook naar vanant veel activiteiten zijn. Ja. En jij gaat, benoem je niet daarmee, ga je er ook inhoudelijk iets van vertellen? Of laat je daarvoor mensen komen? Ja, dat ligt eraan hoe ik ze binnenkreeg. Hè. Meestal per persbericht. Die komen dan bij mij binnen ook, wat TV Enschede betreft. Of Enschede FM. En dan zoek ik dat uit. Ik moet meestal uitzoeken, omdat het er dan nogal aardig veel zijn. En dat zo mijn gast dan in zijn spreektijd bekorten. En dat wil ik ook weer niet, hè? Je geeft iedereen iemand ook de kans om zijn vraag te vertellen. Ja, ja, ja. En hoeveel van die gasten heb je dan in de uitzending, zoals ik vraag nog? Nou, meestal één, soms twee. Soms als de schoolkinderen meekomen of wat dan ook, dan worden... Ja, de studio is beperkt in de ruimte eigenlijk, hè? Oh ja, dan hou je een verhaaltje en tussentijds draai je wat muziek. Ja. Ja, ja. Maar je hebt zoveel gedaan in je leven. Je hebt ook jaren bij het IVN of bij Landschap Overijssel gewerkt, of niet? Ja. Als vrijwilliger? Ja, IVN, dat was vanaf 1976. Ja, en dan weet je wel, in zo'n vereniging, het is nog altijd zo, als je daar in komt en je hebt iets te betekenen, dan voor zo'n club, dan vragen ze je meteen in het bestuur. Ik denk dat jij daarover mee kunt praten ook. Dus ik was al heel snel secretaris en daarna ben ik, wat statutair eigenlijk niet eens kon, toch in een reeks van jaren voorzitter ook geweest. Ja. Ik heb nog een duo voorzitterschap gedaan met iemand en... Ja, tot genoegen van mezelf en ik hoop ook tot van de anderen. Dus, En je hebt daar natuurlijk een heleboel deskundigheid op gebouwd in de loop van de jaren. Maar had je die al? Ik heb dat van vroeger uit meegekregen uit huis. Ja. En vanwege de gezondheid van mijn zus moesten we de zomerdag naar buiten trekken. Dan woonden we de hele zomer in. Ja, mijn vader was de tijd wat vooruit. Die had van de TIT een van de laatste tramwagens gekocht. En daar woonden we in op de Hoge Boekel. Buitenaf? Buitenaf, hier net een eindje hier vandaan, zeg maar. En daar woonde je zomers? Zomers. En als winters gingen we weer naar de stad. En daar woonden we aan de Oldenzaalstraat toen, de Heurne, vooraan helemaal. En daar zaten we op een bovenhuis. Dus er was niet meer dan een paar vierkante meter achter het huis. En je trottoir aan de voorkant was ook speelruimte. Maar ja, je weet wel, hè, het drukste punt van Enschede toen al. Ja, ja. En toen zei hij van, nou, ik koop die tram. Zetten we in een bos neer.
Die tram heeft hij overigens voor 50 gulden gekocht. We hebben er 30 jaar gebruik van gemaakt. En toen heeft hij voor 50 gulden weer aan de sloper verkocht. En dat vind ik nog eeuwig jammer. Want als je ziet tegenwoordig, die tramwagens staan nog hier en daar. Hè? Ja. Nog goed te gebruiken als staakcaravan eigenlijk. En mocht je die daar neerzetten als staakcaravan? Ja, want we hadden Spion Hanna, noemden we die altijd. Dat was de familie Kromhof. Waar die mooie laan nog van is die hier op het Stokhorst is. Hè? Die Kastanjelaan, ja. Die boerderij. En die hadden een mooi stukje grond aan de Kleine Linderesweg. En dat zijn nu allemaal de huizen van de Vaarwerkhorst. Ja, ja. En daar mochten we hem neerzetten. En dat kostte ook zoiets van 30 gulden per jaar, geloof ik. Dus voor een habbekrats hebben wij daar jarenlang een zomerhuis gehad. En jullie speelden de hele dag in het bos. Ah, prachtig, prachtig. En ik ging daar natuurlijk dan met die boerenjongens om. Daar kun je je voorstellen. Hooitijd, schitterend. Inwijders naar achter naar het kerkenveld brengen. En dat soort dingen allemaal. Echt boerenjongen. En s'winters, dan was ik de stadsjongen weer. Vandaar dat ik beide redelijk heb leren kennen. En als je nou zegt van, wat vind ik nou het mooiste van de natuur? De dieren of het groen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik ben wat kennis betreft meer op flora gericht. En maar de fauna, die komt dan vanzelf, hè, want dat hoort er helemaal bij. Natuurlijk ook wel. En daar ben ik vooral de laatste tijd nog eens weer mee bezig om mijn kennis over kleine zoogdieren, egels en dat soort dieren is wat te verbeteren, zeg maar. Dus de komende tijd in jouw programma kunnen we daar weer wat onderwerpen over verwachten? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, helemaal. Paddenstoelen natuurlijk in deze tijd. Hè. Dat is voornamelijk ook een van de onderwerpen. Die bespreek je ook? Ja. Want het is best moeilijk voor een leek zoals ik om te onderscheiden. Welke paddenstoel is nou eetbaar en welke niet, ja. Bijvoorbeeld? Ik maak altijd de vragen die ik wil stellen in trefwoorden in een format klaar. Dus niet meer dan één paginaatje, één A4'tje. En daar werk ik vanuit. Dus dat zijn trefwoorden, steekwoorden, zo je wilt. Daar hou ik aan vast en dan mag de gast voor de rest het woord doen. Ja, dat lijkt iets eenvoudiger dan het is, maar ja. Nee, maar ik kan me daar wat bij voorstellen als het over paddenstoelen gaat. Van, je leest altijd van ja, giftige paddenstoelen, dus niet zomaar plukken. Dus dan moet er toch wel een beetje verstand van hebben. Ja, ik heb daar redelijk voldoende kennis over dat ik die vragen ook... Dat ik dat niet eerst allemaal hoef op te zoeken. Ik doe nog wel veel zoekwerk hoor. Ja. Want als er een onderwerp komt over, zoals nu bijvoorbeeld, hè, wat aan de orde is, de Natura 2000 ontwikkeling. Ja. Dat is een ontwikkelingsproces, dat gaat nog enkele jaren duren. En nu zijn ze dus op Lonnekermeer bezig. Dan ga ik ook een inloopavond bezoeken of zo, om daar meer licht op te steken. Ja. Dat ik er ook iets in de uitzending meer over weet. Dus er zit wel enige studie in altijd. Ja, ja, want Natura 2000 binnenkort ook een in Haaksbergen bijeenkomst. Hè? Of het Buurzeveen, ja. Haaksbergenveen. Ja, en daar ga ik naartoe. Ja, nou ja, voor zover mogelijk. Want je kunt niet overal naartoe draven. Want er zijn zoveel vergaderingen, zoveel inlooptoestanden en weet ik veel wat. Ja, er hangt meer aan dan je denkt dan ook. En daar moet ik mijn neus maar even laten zien. Voor eigen kennis ook, dan ga ik er wel naartoe. Ja. En krijg je veel reacties naar aanleiding van jouw programma? Of vragen? Is, zeg van, hoe zit dat nou? Ja, dat is natuurlijk... Je zou vanuit de omroep verwachten dat je daar dan cijfers over kreeg. Hè? Dat gebeurt altijd wel. Maar daar zijn ze vrij minimaal in. Ja, we hebben studenten aan het werk of zo. En, ik wil me daar niet te veel over op glad ijs begeven. Maar dat denk ik wel eens, dat zou leuk zijn als dat van de kant van de omroep ook zou komen. Dat je een klein beetje weet, niet als houvast hoor, maar gewoon interessant om te weten hoeveel mensen er luisteren. Ja, ja. Maar ik kreeg dus wel reacties binnenshuis hier, zeg maar. Mensen zeiden die hartstikke leuk. Vorige week, of een paar weken geleden eigenlijk, Willem van Heek gehad. Dat ging, die man, dat is een natuurmens. Die heeft de hele fabricateurfamilie heeft hij gedag gezegd. Ja. Dat wil zeggen, hij is wel met zijn vader en moeder daar op de Kerkenveld blijven wonen. Eerst een melkveebedrijf gehad, want hij wilde per se boer worden en geen fabrikant. Ja. Nou, dat had nogal wat voeten in aarde bij de familie natuurlijk, de grote van Heek. Hij is toch boer geworden, melkvee had hij zo'n 40 koeien destijds. Dat was in die tijd al aardig wat, ja. Begin 60e jaren.
En toen begon hij plotseling, nou, hij vond een zagerij wel leuk, want ja, er stonden zoveel bomen die eraan moesten geloven en daar is hij mee begonnen. Nou, als je dat hoort, hoe hij daar met liefde voor de natuur te maken kreeg ook, hè, die kolossale eiken die hij dan wel moest zagen vanwege het gevaar of de mensen wilden ze kwijt. En daar maakte hij dan spreuken in. Nou, hij heeft de spreukendoos opengedaan in die uitzending. Dat maakt zo'n uitzending alleen ook heel smeuig, zeg maar. Ja. Maar dan moet je ook altijd voor oppassen dat je een beetje smeuig wordt in je tekst. Ja. Jan, leuk om je gesproken te hebben, maar we stoppen niet. Want je hebt vast wel een leuke spreuk onthouden waar we nu als, die we nu als uitsmijden kunnen gebruiken. Ja, mag ik die ook mijn eigen leeftijd betrekken? Ja, natuurlijk. Als de leeftijd er schier uitziet nog, voor hoe leeft hij, dan word je oud. Jan, bedankt.